De finalisten krijgen vlak voor de wedstrijd begint pas te horen wat het thema is en waar hun stripverhaal dus over moet gaan. Dat is de opdracht. Red de wereld in één pagina en je hebt 2 uur de tijd. Het is wel een interessant thema en ik wil eigenlijk gewoon iets doen wat je niet eigenlijk ziet aankomen. Hector, dat is mijn stripfiguur, die gaat bomen planten om klimaatverandering tegen te gaan. Alleen een kameel eet alles op. Haal wat plastic soep weg en ik stop oorlogen. Maar ik ben toch wel voor 1 ding bang en dat is dan eigenlijk wel een spin. Ja, de finalisten krijgen 2 uur de tijd om een stripverhaal te maken. Dat klinkt misschien lang, maar ik heb van de deskundigen begrepen dat het echt super kort is. En in die tijd moeten ze een origineel verhaal verzinnen dat helemaal klopt en vooral meteen leuk is om naar te kijken. Best een uitdaging. Ik denk dat ik wel goed weg ben, alleen het thema is best moeilijk. De wedstrijd is bedacht door mensen die werken voor het stripblad Eppo. Ze merken dat het lastig is om goede, jonge striptekenaars te vinden. We willen heel graag elk jaar ons stripblad gevuld hebben natuurlijk. En onze sterartiesten, ja, die zitten toch al tegen de 60, 70, 80 jaar aan. Dus we hebben best wat behoefte aan jong bloed. En dankzij deze wedstrijden zijn er al echte talenten ontdekt. Ik heb hier de Eppo. En daarin hebben wij de strips van onder andere Emma Ringelding. En dat is dus een oud NK-winnaar. Ik hou heel erg van tekenen en dat is ook wel wat ik later wil worden, striptekenaar. Ik wil later een architect worden. Ik wil heel graag wereldberoemd zijn eigenlijk. Als striptekenaar? Ja. Hoezo? Nou, ik vind het gewoon leuk tekenen. Tekenen is gewoon mijn ding. En dan pennen, stiften en potloden neer. De jury gaat overleggen. In 3 leeftijdscategorieën wordt een winnaar gekozen. De winnaar is Mila Nijhoft. Roemer Jeunke. Rivka van Groenendaal, feliciteren. Ik heb al een keer eerder gewonnen. En ik dacht van, nee, ik ga toch niet nog een keer een 2e keer winnen. Maar ja, het is wel. Ja, superleuk natuurlijk. Ik vind het gewoon zo leuk, ik kon het echt niet geloven.